aan moest je gapen dan? Daar hebben we Lady, hè? Ja. Zo, waar zijn we nu net geweest? Bij de mal. Ja, en waar? Bij de mal? In welke winkel? In de winkel van de supermarkt. Ja, in welke supermarkt? Zo, ben je nog even lekker tv aan het kijken. Het is nu alweer bijna kwart. Nou, het is al kwart vier in de nacht, ja. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer zaterdag 8 januari 2022. En het is nu alweer 14 uur 37. Ja, het loopt alweer dus weer tegen 3 uur aan. Ja, het is zaterdag, dus ik heb lekker lang in bed gelegen. Moet ook gebeuren, moet ook kunnen. Ja, precies dat. Dus ja, wat we nu nog allemaal gaan doen, geen idee, want Rodi moet vanavond werken. Ja, dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier met alles wat we nog gaan doen en wat ik nog ga doen. Dus blijf lekker kijken. Nou, dan heb ik dus twee programma's op mijn computer om dus te kunnen editen. Ja, dat is heel fijn, en, want ik heb Adobe Premiere Elements 2020 Editor. En dan heb ik dus Adobe Premiere Pro 2020. Ja, en hoe deze werkt die laatste, dat weet ik nog niet helemaal. Dus dat ga ik zo meteen wel even aan Ro vragen. Want hoe ik dan dingen in moet gooien, om het zo maar te zeggen, dat snap ik allemaal niet. Dus ja, ik kan niet weten. Nieuwe verlichting. Installeren toch, weet ik veel. Het beste waar het op staat. Bureaublad gaat eerst het grote, want ik kan hier niet tegen. Dat de mama dat tegen kan. Zo klein, dat ik kan daar niet tegen. Als je gewoon een groot scherm hebt, moet je daar gebruik van maken. Net als jij dat je ook klein scherm pleurt erop, man. Ik word er... Daar moet hij staan, dus. Ja. Map selecteren, ja, en dan? Oké. Okay. Ja, maar... En dan flik je erin. Ja, dus hoe moet ik hem erin slepen dan? Vanuit de tijdlijn. Ja, en waar is de tijdlijn? Zonder tijdlijn. Ja, dat jij zo makkelijk bent, dat... Ik weet dat toch nog niet. Ik moet hier hulp bij hebben. Ik snap het nog niet, et cetera. Ik begrijp het nog niet, et cetera. Ik... Dat is dus wat ik bedoel. Ik snap het niet. En ik kan je wel zeggen, ja, dan moet je dat gaan volgen. Ik wil het zelf gaan ondervinden. Ik wil het zelf, maar... Ja, lovely! Oeh, ja, moest je gapen dan. Daar hebben we Lady, hè? Ja. Ja. En Rodi heeft weer last en van zijn jicht. Ja, ga je met papa mee dan. Tot strakjes. Oké, okay, jij laat ze hier al doorgelopen. Oké, okay, ja, maar ik niet. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is dus het verschil. Oké, okay, weet ik dat. Mooi. Ga je met mij mee, wijfie? Hé. Nee. Ga je mee met mij? Hé. Hey. Ga je mee? Kom hier. Liefie, kom. Kom maar. Ja. Ik ga je even aanlijnen, even vast maken. Oh, het is hier één grote dikke puinzooi. Ja. Wil je zo meteen wat lekkers thuis? Wil je zo wat lekkers thuis? Hey, Lady, kom eens hier. Wist jij dat jij bruin wordt? Wist jij dat? Hey. Wist jij dat? Dat jij bruin wordt? Je wordt bruin. Lady, kijk eens. Wil je zo wat lekkers thuis? Wil je zo wat lekkers thuis? Jullie zullen wel denken... Loop je nu eindelijk weer eens een keertje buiten? Ja. Ik hou me namelijk expres heel erg rustig. Want anders dan kun je me nu alweer opvegen om naar het ziekenhuis te gaan. Dus ja. Daarom ook wat later uit bed. En gewoon rustig aandoen. Bank hangen. Een beetje vlogje in elkaar zetten. Gelukkig hebben we Niels, onze editor. Dus ja. Dus het gaat de goede kant op. Ja, lopen jij, dame. Dus, en dat weet Ro ook. Vanavond moet ik ze dan even zelf even doen. Maar dan doe ik ook gewoon dit blokje, zeg maar, wat ik dus nou met Lady doe.
Want verder kom ik eigenlijk niet, zeg maar. Ik wil wel leuke dingen doen, maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Ik zit echt eigenlijk een soort van aan huis gekluisterd, eigenlijk in een soort van quarantaine, maar domme pijn, zeg maar. En niet door virus, nee, dat niet. Maar ja, ik zit eigenlijk zelf in een soort van quarantaine. Eigenlijk een soort van opgesloten in mijn huis. En door de pijnen, maar ja. Kun je ook niks aan doen? Helleet? Nee. Dus ik ben ongeveer nu 2 dagen alweer binnen. Dus ja, en dan is het wel weer even lekker om een frisse neus te halen. Van de week was ik ook al 3 dagen binnen. Dus, mwah. En nu eventjes even lekker met Lady lopen. Roos even met de 2 zusjes. En dan, ja. Weet niet wat we nog gaan doen. Ik wil eigenlijk nog even naar de markt. Hier in de buurt. Maar het is 3:30. Ik denk niet in dat we dat gaan redden. Dus dan denk ik even dat we even richting de mal gaan. En dan misschien ja, volgende week ook niet. En anders dan maar eens een keertje weer even alleen naar de markt. Als ik het red. En anders gewoon weer even op Roos wachten eens een keer. Want ik vind het wel weer even leuk om even gewoon naar een markt te gaan hier. Gewoon een normale weekmarkt dan. Hè? Gewoon op een zaterdag. Dus ja, dat vind ik wel leuk. Dus ja, ik ga een rondje afmaken, want het waait een beetje. Zo, waar zijn we nu net geweest? Bij de mal. Ja, en waar bij de mal? In welke winkel? In de winkel van de supermarkt. Ja, en welke supermarkt? De gele supermarkt. En bij de gele, bij de Jumbo dus. Dat is mooi. En waar gaan we nu zo meteen naartoe? Naar de blauwe supermarkt. En naar de blauwe, oké. Okay. En hoe heet de supermarkt nou? Het is geen rode supermarkt, hè? Niet? Niet, jammer. Oeps. Ja, precies. En dat is alleen maar goed ook. Complimenten. Wordt niet vaak zo gedaan. Dat is heel consequent en dat is alleen maar goed. Leren ze alleen maar van. Ik ga eens even wat vragen. Kom eens even mee. Ik wil alleen even weten wie er staat. Ik wil eigenlijk 2 lampjes hebben, maar ik weet niet wie er staat. Nee, jammer. Nee, jammer. Laat maar. Dan hoef ik het ook niet te vragen. Nee, als onze 2 vriendinnetjes in er waren, dan had ik het gewoon kunnen vragen. Hadden ze het gewoon via de kasten gedaan, dan had ik het gewoon mee kunnen nemen. Maar helaas. Ja. Ja, nou wel, maar nou niet! Nee, helaas. Toch wel helaas, pindakaas? Pindakaas vind je niet lekker. Niet? Zo, ik sta een beetje scheef. Zo, ja, en dan kun je nog een keertje omhoog en dan sta je op dak. Ja, op dak, serieus. Is Niels hier al geweest eens een keer, nee hè? Niels, weet ik niet. Weet ik eigenlijk niet. Ik ook niet. Ik zat hem eens even vragen. Ja, maar dat hij nu helemaal af is dan, hè, bedoel ik. Dat is wat, en wat ik bedoel, dat hij nu dus nu helemaal af is. Volgens mij niet. Dus, een duster. Een duster. We gaan te ver. Dus, een duster. Kijk, dat is een hele mooie duster. Kijk, dat is mooi. En hij is er open, dus. Ja, grappen maken. Moet jij je jas nog uit hebben of niet? Ja, dat ook. Kijk, dat is mooi. Ja, je jas maar even uit doen. De auto nog. Nou, werk ze? Alsjeblieft. Kun je die boog misschien even aandoen? Stekkertje erin. Kun je die boog misschien aandoen? Stekkertje erin. Ja, die boog. Het is daar een beetje donkerd.
wat middenstuk. 3, 2, 1 en go. Go, 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 go. Ja! Yeah! Nee, gewoon aan. Ja, dank u. Nou, jij gaat lekker naar huis. Ja, toch. Opladen meenemen, zo handig. Ja, dat is wel heel handig. Niet vergeten. Huh? Niet vergeten, anders is de telefoon nee, als je weg gaat. Neem en neem hem dan mee, deze kabel dan. Nee. Nee, nee. Is goed. Andere kabel. Oh. Andere kabel. Hm? Andere kabel. Ja. Maar je vond die wel dus lekker, die... Ja, dat is lekker, ja. Nou! Nee, dat is gek niet. Nee, dag schat, werk ze. Doei! Dag! Nou, Rodi gaat lekker naar huis. Gaat hij nog even slapen. Nog even slapen. En dan gaat hij werken. Doei! Doei! Ik ga dus nu doen. Ik ga even mijn jas aan doen. Ja, dat ga ik dus nu doen. Jee! Ze hebben het al in de gaten. Want ik ga de hondjes uitlaten. Hey Google, doe mijn verlichting even op 100%. Hey Google, doe mijn verlichting even op 100%. Ik stel de helderheid van de Smart RGB strip in 100%. Dankjewel. Heb ik een beetje verlichting namelijk. Nee, ik ga even zo Ro wakker bellen. Had ik hem beloofd om 9:30. Het is nu ook 9:30 eigenlijk, moet ik zeggen. Maar ik moest ook even naar de wc. En ik moet deze even opruimen. Dus... Ik denk, nou, dan bericht ik jullie eventjes dat ik zo even met de hondjes ga lopen. Ook een hele handige. En ik laat eventjes het een en ander thuis. Lijkt me ook even handig. Oh ja. Dus deze ga ik ophangen. Ik ga mijn oortjes pakken. Is ook erg belangrijk trouwens. Dat ik niet dat vergeet. Maar een derde scherm, jongens. Dat zou... Kikkerwezen, hé, als je het zo gaat bekijken. Naar mijn setup nu. Is kikker, hé. Als Ro dat gaat doen, die is gek. Kijk, en dan ga ik hem weer even wat anders doen. Hey Google, zet mijn verlichting op 50%. Dank je. Dank je wel. Een beetje lui zijn, hè? Ja, heel erg lui. Zo, ik ga mijn sleutels pakken. Kijk, dat zeg ik. En de dames die weten het. Wie gaat er met me mee? Hey. Lady ook? Ja, kom maar. Plasje poepeloes, schat. Ja, ga je mee? Ja. Yeah. Nou, ik ga ze aanlijnen en dan ga ik Caro even zo bellen. Zo, ben nog even lekker tv aan het kijken. Het is nu alweer bijna kwart. Nou, het is al 3:15 in de nacht. Ja. Nou, de hondjes liggen lekker bij me. Speedy ligt lekker bij me hier. Die twee liggen lekker daar. Dus ik ben nog lekker Videoland aan het kijken. Special Force Vips, wie durft, wint. Ja, top. Ja, lief allemaal. Ik ga lekker naar bed. Het is behoorlijk op tijd, moet ik zeggen. Ik was even wat aan het kijken op mijn tv. Die heb ik al uitgedaan. Maar ik wil jullie gewoon heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen... Vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Laat even een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.